Goeiedag, het was een productieve zonneweek de afgelopen week. Flink wat zon, vooral die laatste dagen van de periode. En het leverde een mooie totaalzom. op. Qua wind was het allemaal wat minder. Ja, het was vrij rustig weer. En komende week, de komende dagen, is het eigenlijk precies andersom. Die zon die blijft het wel goed doen, maar er is duidelijk wat meer bewolking aanwezig. Maar voor de wind, ja, dat gaat echt wel wat beter. Want er komt flink wat wind te staan, ook met name op de Noordzee. De productie zal daar best wel hoog zijn. Ja, het weerbeeld is relatief rustig de komende dagen, maar we hebben wel te maken met een noordelijke stroming en daardoor Um, wordt het niet al te warm? De temperaturen zullen niet heel erg hoog oplopen. Gelukkig gaat dat precies richting het Pinksterweek einde veranderen. Maar tot die tijd dus vaak de wind uit het noorden of noordoosten. En die wind die waait dan stevig, met name ook boven de Noordzee, maar ook wel in het noordelijk deel en het noordwestelijk deel van het land. En daar zal de opbrengst van windenergie ook prima zijn. We zien wel dat er toch wel regelmatig wolkenvelden overschuiven. En soms kan die bewolking best hardnekkig zijn. En dat zorgt er natuurlijk voor dat de opbrengst van zonne-energie op sommige periodes echt wel wat minder zal zijn. Nou, als we dat in kaart zien, dan zien we dus inderdaad die wind op de Noordzee dat hij het goed doet. Vooral op de dinsdag qua zonne-energie over land blijft het allemaal wat achter met name in het zuidoosten. Dinsdag toch wel heel veel bewolking een lange periode van de dag. Op woensdag wat minder wind. Dat op de Noordzee de wind juist eventjes zelfs wat meer gaat wegvallen. Die opbrengst zal daar niet zo hoog zijn. En ook qua zonne-energie in het binnenland. Ja, er is veel bewolking aanwezig. Dat valt allemaal wat tegen. En dan donderdag en vrijdag zien we juist dat die wind weer wat gaat aantrekken. En dan ook bovenland waarschijnlijk goede opbrengsten. Ook de zon laat zich wat vaker zien. Dat zijn prima dagen voor de duurzame energie. En vooral die wind, dat is wel iets om goed in de gaten te houden. Want het ziet er gewoon uit dat we prima mogelijkheden hebben deze week. om de was bijvoorbeeld heerlijk buiten te laten drogen. Ook al omdat het qua neerslagreuzen meevalt. Heel misschien dat er woensdag een buitje valt. Maar daarna volgt weer een lange droge periode. Nog een fijne dag.